Babymelk op basis van genetisch gemanipuleerde melkingrediënten. Het klinkt misschien als een ver van je bedshow, maar bedrijven als Friesland Campina produceren het zonder dat de consument het beseft. Onderzoeksjournalist Elze van Hamelen interviewde de Amerikaanse GMO-expert Jeffrey Smith over de gevaren van het genetisch manipuleren van voedsel. En jij schreef er ook een artikel over in de andere krant. Ja. De krant komt aanstaande zaterdag, wordt die gepubliceerd. Dus als je een exemplaar wil bestellen, dan kan het op deanderekrant.nl. Maar jij bent hier vandaag alvast om ons een preview te geven. Precies. Dus eerst om uit te leggen, want je zult denken, hè, melkbestanddelen door GMO-bacteriën. Dit is een technologie, dat heet precisiefermentatie. Maar dat is een technologie die al veel langer bestaat. En voor het eerst werd toegepast om insuline, menselijke insuline, te produceren. Dus je hebt E. coli-bacteriën, die worden genetisch gemodificeerd. Wordt een stukje vreemd DNA ingebracht door middel van genetische modificatie. En die bacteriën worden vervolgens gefermenteerd. Die gaan suikers eten. Net zoals bij gewone wijn bijvoorbeeld suikers in alcohol worden omgezet, gaan gemodificeerde bacteriën dan menselijke insuline produceren. Dus dit is een proces dat wordt gebruikt in de biotech pharma. En dat werd ondertussen op meerdere vlakken toegepast. Ook voor blijkbaar al enzymen die in kaas verwerkt worden. Maar wat je nu dus ziet, is dat ze deze technologie gigantisch aan het pushen zijn. Dus bijvoorbeeld de consultancy McKinsey, die heeft in 2020 een rapport uitgebracht. Dat heet The Bio Revolution. En daarbij zeggen ze dat 60% van alle materialen in de economie op deze manier geproduceerd kan worden. Dus dat zijn chemische materialen, dat is kunstmest, dat zijn voedselproducten. Met name voor voedselproducten zien ze dus enorme kansen. En dan zie je dat ze zeggen, ja, dit is de manier om onze eiwittransitie te behalen. Ja, voor de mensen die dat niet weten, wat is die eiwittransitie? De stelling is van, er is een groot klimaatprobleem. Daarom hebben we een radicale omvorming nodig van de landbouw en landbouwprocessen. Boeren en koeien zijn heel schadelijk. En we hebben een eiwittransitie nodig. Dus vlees mag geen vlees meer eten. Zuivel geen zuivel, maar we hebben het over eiwitten. En daar horen dus ook insecten bij, laboratoriumvlees, waar de overheid trouwens 60 miljoen in heeft geïnvesteerd om daar een ecosysteem voor op te zetten. En daar horen dus ook deze precisiefermentatie melkproducten bij. En om een beetje beeld te krijgen van welke kant ze hiermee op willen, is er hier een kort filmpje. Ja, we hebben een fragment klaarstaan van plant-based nieuws. Laten we even kijken. A major international report from RethinkX predicts that making real dairy without cows will wipe out the global dairy industry by 2030. Once it's cheaper than dairy from cows, big companies like Nestlé could switch their milk powder supply to the animal-free version. And our milk powder exports could be doomed. We're going to see the most consequential shift in food production systems that we've ever seen in the past 10,000 years. Cow as a technology will become redundant. This new technology is exponentially more efficient, and that means that we're seeing a huge, incredible shift, the biggest one in humankind, in the way food will be produced. And what's actually very interesting is that this process of making an animal protein without the animal is already used in the dairy cheese industry. And now over 90% of dairy cheeses today are made using this animal enzyme that's made without the animal. Zegt hij dat dan tegen 2030 misschien dan helemaal geen zuivelproductie meer nodig is? Als ik het bekijk vanuit het oogpunt van de koeien bijvoorbeeld, zou dit eigenlijk een hele goede ontwikkeling zijn. Want die koeien worden nu continu zwanger gehouden voor melkproductie en dergelijke. Dus daar zou het wel heel goed voor zijn. Nou, ik denk dat er ook manieren zijn voor landbouw en veeteelt om op gewoon een goede manier met de dieren om te gaan. Dus ik ben er niet voor om alle veeteelt af te schaffen. Maar wat ik zelf eigenlijk belangrijker vind, is dat je het hier hebt over het genetisch modificeren van bacteriën. Mm-hmm. En daar ga ik later dieper op in, maar daar heb ik dus die GMO-expert over gesproken. Dat is echt niet zonder risico.
er hele grote risico's mee gemoeid. En waar ik dus achter kwam, is dat het al op de markt is en het is niet gelabeld, want het wordt niet als een GMO gezien. En ik als consument wil eigenlijk wel graag de keuze hebben dat als ik iets eet, dat ik weet hoe het geproduceerd is, ja. Of het van een echte koe komt. Dat je zeker weet of het natuurlijk is of dat het gemanipuleerd is. Ja, precies. Maar hoe herken je hem dan? Want je zegt, als je nu in de supermarkt staat, dan herken je het niet. Nee, ik zal even inleiden hoe ik daarachter ben gekomen. Ik heb dus een onderzoek gedaan voor Catherine Austin Fitz van het Solari Report, dat heet PharmaFood. En naar deze kunstmatige ontwikkeling in de voedselsector. En ik zag dus dat dit precisiefermentatieproducten in Amerika dus al in heel veel supermarkten zijn. En slecht herkenbaar, dus dan heet het diervrije zuivel bijvoorbeeld, of diervriendelijke zuivel, maar wel echte melk. Omdat het dus wel zeg maar de moleculen zijn die ook van echte koeien zijn. Het is geen sojamelk of zo. En daar zitten de GMO watchdogs zitten er bovenop. Dus die geven allemaal lijsten voor consumenten eigenlijk om deze producten te herkennen, hoe je ze kunt vermijden. Je hebt daar ook een certificatieschema, dat heet de Non-GMO Project. En dan heb je dus certificatie van. En zij zeggen gewoon, alles waar GMO aan te pas komt, is een GMO. En als je dat doet, dan heb je niet dat label. Dus als jij als consument die producten wil vermijden, dan betaal je wel iets premium, want dat is dat certificaat. Maar dan kun je gewoon heel bewust die producten vermijden. En ik vroeg mij dus af, hoe zit dat hier in Europa? Dus ik had een. De EU is een gigantische bureaucratie. Dus ik had gewoon een mail gestuurd aan de commissie van, zijn deze producten al toegestaan? En toen kreeg ik een reactie. Deze producten zijn niet goedgekeurd onder de GMO-wetgeving. Toen was ik ervan uitgegaan dat die producten dus niet op de markt waren. Omdat ik vanwege dat onderzoek op allerlei vakbladen die newsletters aan het lezen was, zag ik een persbericht over dat Friesland Campina dus een stofje produceert. Dat heet 2FL, 2-fructolactose. En dat is zo'n precisiefermentatieproduct. Dat is een stofje wat lijkt op de stoffen die voorkomen in menselijke moedermelk. En in dat persbericht stond ook dat ze hier sinds 2016 al mee bezig zijn. En dat ze dat als een belangrijk onderdeel van hun duurzaamheidsprogramma zien. En dus toen dacht ik, maar hoe zit dat? Hoe is dat dan op de markt gekomen? En uiteindelijk wist iemand van GM Watch, dat is dus zo'n NGO in de UK, in Engeland, die zei van ja, dat is een maas in de wetgeving, want deze GMO-bacteriën worden beschouwd als een procesondersteunend hulpmiddel. En omdat theoretisch gezien die bacteriën niet in dat voedsel terechtkomen, maar er is niemand die dat controleert, en omdat het voedsel zelf niet een GMO is, valt het niet onder die GMO-wetgeving. Het wordt nu goedgekeurd onder de Novel Food Policy. En novel foods is al het eten wat wij voor 1997 niet als voedsel herkenden. Staat dat er wel op dan? Ja, dat is van, het is in 1997 ingevoerd. Dus al het eten wat niet voor 1997 er was of wat we niet als voedsel. Heb je dan een label, zeg maar? Maar dat zijn dus de insecten. Dat is laboratoriumvlees, wat trouwens in de EU nog niet is goedgekeurd. Dat zijn nanomaterialen. En dus deze precisiefermentatie. Maar toen wilde ik dat gaan opzoeken. Het staat niet geregistreerd als precisiefermentatie. Dus je kunt daar alleen maar zoeken op de naam van het product zelf. Dus dan moet je maar net even weten dat het een human-like oligosaccharide ingrediënt is, of de chemische naam hebben. Dus toen ben ik gaan zoeken op de Latijnse namen van de bacteriën die ze modificeren. En toen kon ik dan wel meer vinden. Ik had ook een brief gestuurd. Kunnen jullie me een lijst geven van de stoffen die al goedgekeurd zijn? En dat konden ze niet doen. Dus het is gewoon helemaal niet duidelijk hoeveel er al goed is gekeurd. Want dit is één ingrediënt. Dus dat wordt in heel veel producten verwerkt. En om heel specifiek over dit stofje. Dus dit is een stofje wat in moedermelk voorkomt. En wat gebeurt er in dus menselijke borstmelk? Komen meer dan 200 van dit soort HMO's voor. En dat is een stof wat het babytje niet kan verteren, maar wat de goede bacteriën in het darmenstelsel voedt.
En daardoor krijgt het kind dan een beter immuunstelsel. Maar hoe die melk geproduceerd wordt en dat darmstelsel is heel interactie met het microbioom van de moeder en van het kind. Dus op het moment dat het kindje dus drinkt bij de moeder, wisselen ze microben uit. En als het kindje bijvoorbeeld koorts heeft, dan verandert de samenstelling van de melk. En wat je nu hebt, is dus dat zij kunstmatig één van die stofjes destilleren door een GMO-bacterie laten produceren. Het dan dus in, want het wordt dus in babyvoeding verwerkt en ook in supplementen. En dan zeggen ze, dit draagt, want dat is wat zij van overtuigd zijn, dit draagt bij aan een goed immuunsysteem. Dat is goed voor het kindje. Maar voor mij gaan gewoon eigenlijk best wel veel alarmbellen af. Want ik denk, ik wil gewoon de keuze hebben van ja, ik heb zelf borstvoeding gegeven, maar als je dan iets anders moet geven, dan wil je wel het beste voor je kind. En dan denk je, ja, het is gedroogde koeienmelk met, maar als het dan van genetisch gemodificeerde E. coli-bacteriën komt, dan zou ik echt wel een paar keer nadenken of ik dat aan mijn pasgeboren baby wil geven. En omdat het dus niet als een GMO beschouwd wordt. Er staat dus niks op eigenlijk, nee. Waar je het door kan. Nee, en ook hier in Europa, ik heb aan verschillende van die, ja, dus van die GMO-NGO's e-mails gestuurd. En van de meeste geen reactie. En van de ene zei van, oh ja, want de EU wil nu een bepaalde klasse van gene-editing technieks. Dus de oude genetische verandering bracht vreemd DNA in een plant. En dat noemen ze dan transgene planten, krijg je dan. En je hebt nu gene-editing technieken waarbij ze een beetje knippen en plakken in het DNA van de plant om de eigenschappen te veranderen. En dan zegt de industrie, ja, dit had theoretisch gezien ook in de natuur kunnen voorkomen. Dus dit hoeft niet gereguleerd te worden. En daar is dus een hele lobby aan de gang. En er komt dus in over 2 maanden, denk ik, een beleidsvoorstel van de Europese Commissie om deze gene-editing technieken helemaal vrij te geven. En dat betekent dus dat op de Europese markt dus eigenlijk GMO's voor wat betreft die technieken ongereguleerd zijn. En wat wel belangrijk is, ze zeggen, dit hebben we nodig om onze farm to fork, dus de landbouwdoelen te halen. En die landbouwdoelen zijn minder pesticiden gebruiken en meer biologisch produceren. Dus ze zeggen dat ze GMO's nodig hebben en die worden dan toegestaan, omdat het hoeft niet meer gelabeld te worden. Dus biologisch kun je niet meer van op aan dat het dan non-GMO is. Maar in ieder geval, die Claire Robinson van GM Watch zei van ja, we hebben gewoon heel beperkte middelen. En dit is gewoon waar we ons nu op richten. Dus zij wist van deze GMO-bacteriën, maar ze zei, we hebben gewoon niet echt tijd om daar aandacht aan te besteden. Toen ben ik heel erg op zoek gegaan dus naar iemand die me meer wilde vertellen. En toen heb ik Jeffrey Smith geïnterviewd. Jeffrey Smith is een GMO-expert in Amerika, in Californië. En hij heeft al 2 boeken over dit onderwerp geschreven. Hij is eigenlijk al activist meer dan 30 jaar op dit gebied. Hij heeft bestselling boeken trouwens. En hij is dus vorig jaar een campagne begonnen en dat heet Gene Out of the Bottle, waar hij heel specifiek waarschuwt voor het genetisch manipuleren van bacteriën. En dit project gaat niet puur over precisiefermentatie, want er zijn meer projecten om dus bacteriën genetisch te modificeren. Ook bijvoorbeeld om biobrandstoffen te maken, om als vervanging voor pesticiden. Precision medicine, dan passen ze bacteriën aan om voor medische interventies eigenlijk. En wat hij eigenlijk zegt is dat we normaal gesproken maken we ons zorgen over het genetisch modificeren van mensen. Want dat is super onethisch. Maar zij, als je het ecologisch bekijkt, is dat modificeren van bacteriën veel en veel gevaarlijker. En hij geeft de vergelijking van invasieve soorten. Van, wij hebben nu al moeite met Japans gras. En daar besteden we heel veel geld aan om dat de hele tijd te blijven weghalen. En hij gaf het voorbeeld bijvoorbeeld van de konijnen die in Australië geïntroduceerd waren. Er waren afhankelijk 20 konijnen en dat hele ecosysteem had geen normale vijanden. Dus dat waren in no time miljarden geworden. En een gigantische plaag. En hij zegt, laat weer wat anders los, wat ook weer een probleem geeft en zo. Ja, maar die bacteriën kun je helemaal niet direct zien. En ook bacteriën kunnen onderling genen uitwisselen.
Dus op het moment dat je bacteriën hebt die resistent zijn of die sterker worden dan natuurlijke soorten, dan laat je iets los in de natuur waarvan hij zegt van, we beginnen pas net door te krijgen hoe ingewikkeld dat microbioom zowel van de natuur als van mensen in elkaar zit. En nu ga je dingen introduceren waarvan je geen flauw idee hebt van wat voor effecten dat zijn. En hij heeft dus een kort filmpje gemaakt, A Gene Out of the Bottle. Dat is echt de moeite waard om te kijken. Het is maar 15 minuten. En hij geeft een paar van die voorbeelden waarvan het net niet mis is gegaan. En hij zegt eigenlijk van ja, veel meer mensen zouden moeten weten dat ze hiermee bezig zijn. En we moeten dit gewoon eigenlijk heel streng gaan reguleren. Want er zit eigenlijk ook van EU heeft wel wat wetgeving, maar niet wetgeving die adequaat is als je kijkt naar, als je kijkt naar van de risico's die ermee gemoeid zijn, maar ook wat ik in het begin aanhaalde, die rapporten. Als je 60% van de materialen in de hele economie op deze manier wil gaan produceren, wat voor een controle is er dan bij die producenten? En ook op de producten zelf. Als je dus meer wil weten erover, heel uitgebreid. Dus het is niet één artikel, het is echt twee pagina's met zowel die duurzaamheidskant als de uitleg van de technologie, als het interview met Jeffrey Smith. En dat interview komt ook trouwens binnenkort online op het YouTube-kanaal van de andere kant. Nou, genoeg te zien dus, als je meer wil weten. Video. Van Jeffrey Smith's Don't Let the Gene Out of the Bottle. Mm-hmm. En dan aanstaande zaterdag jouw artikel in de andere krant. Die kun je gewoon in de kiosk krijgen. Maar goed, eigenlijk weet je dus niet meer wat je dus eet. Daar komt het op neer. Nee. En ik denk dat het advies dan zou moeten zijn, ga vaker naar de boer om daar je eten te kopen. Dat is gelijk een hart onder de riem voor de boeren in het land. Precies. Dus blijf uit de supermarkt, ga naar de boer, haal daar je eten en weet wat je eet en koopt. Superbelangrijk, maar en ook de boer. Want ik koop al een tijd rechtstreeks van de boer. En ik zie op de social media allemaal prijzen langskomen van supermarkten. Maar dat betaal ik niet als ik rechtstreeks van de boer koop. Het zijn die supermarkten die er enorme marges op gooien. En die boer die verdient er daardoor ook bijna niet aan. Dus het is ook echt een manier om boeren te steunen. Ja. Waar ik me wel een beetje zorgen om maak, is dat ik hoorde laatst, en dan moet ik nog verder uitzoeken, maar dat biologische vee wel gevaccineerd wordt. Ja, gelezen, ja. Kan je ook weer aan de boer vragen. Bij sommige, dus als je het aan de boer rechtstreeks, als je daar koopt en daar vraagt, dan weet je dat. Ja. Ja. Maar veel bio doen het wel, inderdaad. Veel bioboer. Zo, dat waren heel wat tips op deze vrijdagavond. Daarmee gaan we afsluiten. Dankjewel, Elze van Hameren, voor jouw bijdrage hierover. Graag gedaan.